lekker dat je daar ga je. Vandaag zijn we nog steeds in Wales en gaan we naar Zip World. En daar gaan we op trampolines springen die tussen bomen zijn gehangen. Onderweg, want het uitzicht is te prachtig. En bovendien, we waren weer eens verdwaald. Want ja, weet je, Wales is zo groot dat ze gebieden niet helemaal hebben uitgestippeld met straten en huisnummers. Dus je drukt een postcodegebied in. Dus soms kom je dan met de TomTom ergens wel in het goede postcodegebied, maar niet helemaal bij het goede adres. En bij grote attracties is dat niet erg, want dan zie je het vaak wel. Maar ja, soms zijn we gewoon een beetje de weg kwijt. Hindert niet, we hebben vakantie, dus we genieten er volop van. We zijn nu in een plaatsje, ik weet niet eens welke, maar het water is zo geweldig hier. En het ziet er zo geweldig uit, dat we gewoon even moeten stoppen. Stenen spelen. Leuk hè? We zijn bij Zip World in Batswi. Goed? Geen idee hoe je het uitspreekt. Hier gaan we in het bomenparcours op de trampoline springen. Loopt één meisje naast mij, die houdt nou een handje vast. Ja, die heeft eindelijk geleerd. Want zojuist bij de waterplas is ze in het water gevallen. Dus ze heeft een natte broek, natte schoenen. Weet ik veel allemaal wel niet wat er allemaal nat is. Heel vervelend, maar goed, ik ga het niet 100.000 keer zeggen. En ik had al een aantal keer gezegd, blijf uit de buurt van het water. Maar ze luistert niet, dus dan moet je het maar voelen. En het grote voordeel daarvan is dat ze, nadat ze het ervaren heeft, nu dus wel gewoon netjes beter luistert. Netjes een handje geeft. De andere kinderen hebben ook hun bergschoentjes aan. De leercurve is een beetje stijl dan in deze periode. Bailey heeft nu een tasje mee, want nadat ze gisteren een aantal keer wat dingen kwijt is geraakt, is ze vandaag wat slimmer en heeft ze dus een tas mee. Ze dragen dus hun bergschoentjes die ik voor ze heb gekocht. Eerst is het nog een kwestie van, moet dat, is het nodig? En nu doen ze het gewoon, want ja, weet je, je komt er vanzelf achter dat irritant is, al die stenen in je schoenen, dat het zeer doet aan je tenen. Dus gewoon de kinderen laten ervaren wat het is. Nou, je hebt hier een bomenparcours, je hebt hier een rollercoaster en wij gaan naar de netten tussen de bomen. Dat gaan wij doen. We moeten even een kaartje halen. En dan gaan we aan de slag. Oké, we hebben onze polsbandjes om. We moesten even allerlei formulieren tekenen dat we op de hoogte zijn van de risico's. De jongste die hier aan mee mag doen is 3. Het is vanaf 3 jaar. We gaan nou naar beneden lopen we. En het schijnen hier ook kluisjes te zijn, want we moeten even onze spullen kwijt. We gaan naar beneden. Het is super, het ziet echt super gaaf. En er is een heel parkeer tussen de bomen. Het is gaaf, ze hebben 3 boomhutten. En ook gewoon trampolines. Boing boing. Kom maar, ga maar lopen naar Grace en Bailey. Kun jij wel? Goed zo. Boink, boink. Heb ik al eens uitgelegd dat ik dus hoogtevrees heb? Dus ik echt. Nou, mijn kinderen gaan heel snel. En ik heb wel zoiets van, oh, ik vind het eng. Dus ik moet niet te ver naar beneden kijken. Ik vind het gewoon altijd echt. Hoogtes en dingen zijn gewoon niet zo aan mij besteed. Maar goed, ik ben verantwoordelijk voor 3 kinderen. Dus ik moet wel mee. Ik kan niet zeggen, ik ga lekker aan de kant zitten. En ik wacht gewoon wel wat mijn kinderen gaan doen. Als ik gewoon voor me kijk, heb ik nergens last van. En valt het wel mee. En als ik dan naar beneden kijk, denk ik, oh, wat doe ik hier? En dan moet ik niet opletten dat de auto's langs razen of zo. Gewoon voor me kijken en dan valt het heel erg mee. Ze zijn nou verderop in het net. En dan kun je voetballen.
Komt de baan naar mijn kant? Boomhut hier. Helemaal voor ons alleen. Het voelt nou opeens zo raar om op vaste grond te staan. Terwijl de rest allemaal bounced en wiebelt en zo. En we hebben nu een net voor ons alleen. Het is echt geweldig om dit te doen. Ik begin het steeds leuker te vinden. Echt. Dus echt, als je in Wales bent, moet je dit doen. Het zit bij Zipworld. Zipworld heeft 3 locaties. Onder andere Bounce Below. Dat is beneden de grond op trampoline springen. 7 à 9 jaar. Chloe was daar te jong voor. Vandaar dat we voor de nets hebben gekozen. Je hebt ook nog een treetop parcours. Met van die tokkelhesjes tussen bomen gaan. En, maar goed, daar is ook nog net iets te klein voor. Maar voor de kleintjes hebben ze ook hele leuke dingen dus. Ze hebben ook een rollercoaster. Die is ook vanaf 3 jaar mogen ze op. Maar die is was wat duurder qua prijzen. En in totaal zijn we nou al 66 Britse pond kwijt. Dus reken maar zo. €70. Dus dat is duur zat. Maar het is echt super gaaf om te doen. Daarnaast hebben ze ook een zipline. Dan ga je over een of ander ravijn. En dat zag ik dus echt niet zitten. Want ik heb hoogtevrees. Bovendien, de jongste kinderen konden niet mee. En het was hartstikke duur. Dus ik dacht van nou, dat gaan we niet doen. Dus we gaan een beetje family friendly activiteit doen. En deze treetop nets zijn geweldig. Doe je voorzichtig. Oké, als ik al die auto's hier beneden zie, dan is het echt iets too much voor mij. Qua hoogtevrees, dan heb ik wel zoiets van, oh, dat durf. Hier moet je angst en overwinnen, dus verstand, ga er gewoon lekker voor. Oh, mensen. Ik moet spugen. Echt. Ik durf niet meer. Ga weg. Oh, ik wil niet. Waar is mijn parachute, Oh. Dat mag mijn vest wel leden als parachute. Ja, als ik daarmee ga redden. Daar redden we het mee. Maar je valt überhaupt niet. Het is gewoon een net. Veiligheidsnet. Mama vindt het niet leuk, mama. Oké. Okay. Zijn er nog vrijjes waar ik niet uit kan vallen? Nee? Of ik daar niet uit kan? Jij ook niet? Nee? Ga jij met mama mee elke week? Die heeft geen liefde voor mij. Nee. Klapt! Oh, het gaat niet heel snel zo. Nee. Nou, wat vind je ervan? Heb je er zin in? Goed zitten, niet je handjes eruit. Hier, hou deze er maar vast. Oké. Space kadetje, daar ga je. Grace, blijf je daar staan wachten op haar. Oké, love you. Oh. Oké. Okay. Ah. Stefan, dat counts. Oké, jij. We mochten 2,5 uur op
de treetop net. Maar na anderhalf uur, moet ik zeggen, ben ik echt gesloopt. De kinderen zijn ook moe, we zijn allemaal moe. Dus we gaan weer verder naar het volgende onderdeel. We weten nog niet precies wat we wilden doen. We konden kiezen uit Conwy Castle en London. Nou, cable cars. Of we blijven gewoon in de buurt hier en gaan even Snowdonia bekijken. Ik weet het nog niet, maar ik ben in elk geval helemaal een beetje moe. De kinderen ook. Nou, we gaan terug naar huis. Wat vond jij het leukst om te doen? Welke trampoline of welke trampoline net vond je het leukst? Hier met ballen erin. Oké. Welke trampoline net vond jij het leukst? Die met de ballen. Ook met de ballen. En welke trampoline net vond jij het leukst? Met die... ik weet het niet. Met de, ik weet het niet? Ik vond met de ballen erg leuk. Vond je die met de ballen erg leuk? Ik vond die met de band erg leuk. Met de band? Oh, jij vond de glijbaan met de band leuk. Die was ook leuk, hè? Vond je het hier heel leuk? Ja. Al met al, is Zip World Forest, is dat een aanrader om te doen als je in Wales bent? Ja. Wat nee! Grapje. Ja. Jawel, hè? Ik bedoel, als je best wel een trailseeker bent, moet je dit gedaan hebben. Of je nou van de bomen safari gaat, boven ons hoofd. Of dat je ervoor kiest om van de rollercoaster te gaan. Weet je, ze hebben voor iedereen wat wils. Wat wils in Wales. Ah, we zijn nou even kapot. Grappig, mama. Ja, echt hè. No pun intended. Wat wils in Wales. Dat is iemand daarboven, is een beetje bang. Oh. Daar. Oh, het lijkt me verschrikkelijk. Nee, ze was net. Kijk. Daar gaat ze. Pok, tegen de boom aan. Nee, tegen mijn kussen. Oh, kussen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat doe je door op dat hoofdje te klikken daar ergens. Zo, patwoom! En als je nou geen enkele video meer wil missen, druk dan ook eventjes dat belletje aan. Tot de volgende keer. Doei!